De tuinbouwsector staat misschien niet meteen bekend als de meest aantrekkelijke werkgever, maar toch werken er hier meer dan 60 mensen in vaste dienst. Reden genoeg om eens te gaan praten met de zaakvoerder. Welkom bij HR TV. We zijn in de tijd begonnen met een bedrijf van 2 hectare. Toen was dat 20, 30 mensen. We zijn ondertussen geëvolueerd naar een glasoppervlakte van bijna 11 hectare. En wij werken met een 55, 60 contractuelen, vaste contractuelen, voltijds. En dat loopt op in de pieken tot een 110 mensen. Ja, zoveel mensen in dienst, dan kan ik me wel voorstellen dat je echt een HR-beleid nodig hebt. Hè? Hoe is dat gegroeid? 30 jaar geleden was de sector effectief ook een sector waar de lage lonen gelden, moeilijke werkomstandigheden, lange dagen. En in de moderne bedrijven zoals wij dat nu hebben, is dat toch helemaal anders. We hebben redelijk normale werkuren, denk correcte lonen, aangename werkomstandigheden. Maar het imago van het verleden, dat dragen wij nog wel met ons mee. We hebben een duidelijke aanwervingsprocedure, sollicitatieprocedure opgestart, waar we mensen toch wel screenen op een echt intrinsieke motivatie. Zijn ze ook bereid om in een diverse culturengroep werkomgeving te werken? En wat we ook doen is, veel mensen die als ze hier een jaar of 3, 4 gewerkt hebben, ook vaak wel mensen uit hun familie, uit een dorp van Ginder, kennen en ook aandienen om eventueel hier ook te kunnen komen werken. Dat creëert bijna een vrij spontaan peter of meterschap. Dus op die manier hebben wij nu een heel hechte groep van mensen, een sfeer die goed is op het bedrijf en mensen die hier ook al 4, 5, 6 jaar komen werken. Namelijk naar het herkennen van ziekten en plagen, omdat dat gewoon een belangrijk item is op de werkvloer. Ja, die mensen spreken, ik weet niet, 4, 5 talen in een opleiding. Hoe doe je dat dan? Ja. We proberen wat in het Nederlands-Engels uit te leggen, maar ook voornamelijk met pictogrammen, foto's. Uh-huh. Omdat er toch veel mensen bij zijn die inderdaad die talen niet machtig zijn. Ja. Ze komen voor alle dingen bij ons. Dat gaat van het boeken tot van een vliegtuigticket, tot het in orde maken van aansluitingen van elektriciteit, de telefoon, het water. We doen ook elk jaar gemeenschappelijk de belastingaangifte. Ja, dus jullie helpen eigenlijk de werknemers met papierwerk, persoonlijke dingen die geregeld moeten worden? Ja, absoluut. Buiten het feit dat wij dus werkgever zijn en de lonen uitbetalen en de contracten opstellen, willen wij ze ook heel graag helpen te integreren in de maatschappij. Mooi. Die lijn willen we zeker ook in personeelsbeleid verder zetten. Dat we mensen ook met een handicap, ook een 50-plusser, allochtonen kansen geven. En ook doorgroeimogelijkheden kunnen geven bij ons in het bedrijf. Dit tuinbouwbedrijf is meteen ook een hele innovatieve omgeving waarin heel wat mensen te werk gesteld worden. En dan moet je natuurlijk nadenken over je HR-beleid. En daarbij kan het soms in heel kleine dingen zitten. Zoals in dit tomaatje bijvoorbeeld. Tot de volgende keer!